De kunst van het hangen, oftewel hangen is een kunst. Er is natuurlijk een soort geschiedenis in het hangen van kunst. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen begonnen de musea museaal te hangen. Dat werken tot hun recht kwamen, dat ze allemaal hun eigen plek kregen. Dat een samenhang begon te komen tussen de werken. En dat begonnen over na te denken. Van hoe zouden we dat best kunnen doen? Bewuste keuze werd er echt nog gemaakt. En galeries is weer wat anders. Daar heb je dus is de verkoop een oogmerk. Hè. Er moet dikwijls zo veel mogelijk in de galerie gepropt worden, want het moet verkocht worden. Dit is de gang van Pulse, dit is ook een expositieruimte. Iedere expositieruimte heeft zijn eigen dingen, verhoudingen, hoogte, breedte, lichtval, sfeer. En daar kun je allemaal gebruik van maken, hè, van de eigenschappen die een ruimte heeft. Dus ook deuren, ramen, panelen en nissen en omlijstingen, die werken ook allemaal mee, hè, om iets in evenwicht te brengen. Ook zelfs de lichtval van de schilderij kan je erbij bepalen. Dan heb je het volgende. Zullen de wanden wit of gekleurd of neutraal moeten zijn? Dat is ook zo'n ding wat je kan afvragen. Wat vind je hiervan? Nou, ik vind het niet mooi. Het licht zelf wordt er rood van alle reflecties die je hebt. Het komt niet echt goed uit, vind ik. Als je een expositie inricht, dan moet je naar het geheel kijken. Je zoekt naar een evenwicht in de relatie tussen het werk onderling en een evenwicht in de leegte aan de muur. Dan heb je ook nog zoiets van de hoogte. Op welke hoogte zou het moeten gehangen worden? Standaard is ooghoogte min 10 centimeter. Eerst voor de hand is licht, heb je een basiscompositie van een altaar. Je hebt een groot werk in het midden, links en rechts heb je een kleiner. Dat is bijna een basis van hoe je iets zou noemen. Als je één groot werk hebt en twee kleine, dan doe je dat zo links en rechts als dat uitkomt met elkaar. Dat is een ding. Een ander alternatief is dus gewoon een blokvorm. Als je veel werken van dezelfde grootte hebt, dan is het heel reuze handig om blokken te maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 9 of 12. Dit is het voorbeeld van een blokvorm. Zijn er vier dames en er zijn drie heren. Goed, uitzetten van werk. Wanneer er 300, 400 werken binnenkomen, grote zaalvulling. Zie je hoe het staat? Zie je hoe je zo staat? Moeten we ermee? Hè? En dit wil je echt gewoon fysiek doen. Dat is heel hard werken. Dat is lopen en lopen. Heel veel, maar je zou theoretisch ook, laten we zeggen, elektronisch kunnen doen op een beeldscherm. Nee. Maar daar komt ook niet op. Nee, kunstgrens leveren geen beeldmateriaal aan. Nee, dat kun je zelf. Ja, dan kun je. Oh, dan ben je nog lang bezig. Okay. Nee, je moet gewoon. Dit is gewoon wat Geert zegt. Denk ik, dit is gewoon, je moet het gewoon doen. Ja, oké. Okay. Hier doe je het anders. Het is één kunstenaar. Dat is duidelijk. Ja. Nou, is ook gebeurd. Dat grote wang, ding hangt boven helemaal. Hè? Dat kan dus ook. En die kleintjes zie je dan op de hand. Dat is een auslezen. Hier is het geen probleem natuurlijk. Dat is allemaal verwantschap. Die verwantschap kan zijn dus in vorm, in kleur, in sfeer of een onderwerp. Hier is het in de sfeer. De kleur. Het is een prettig geheel, is dit, vind ik zelf. Mee eens? Ja. Hier zit evenwicht in, hè? Dus het is een goed voorbeeld van hoe je dingen bij elkaar zoekt en dat het gaat werken.
De eerste verwantschap is wel heel duidelijk. Ja, die man met de rugzak. Ja, dat is voor mij echt daar, terwijl ik die foto neem, daar het plaatje compleet maakt. Die gaat een relatie aan met het beeld hier, staat die bij. Terwijl diezelfde vormen hier terugkomen. Dat is een cadeautje, hè? Als je dan zo'n foto neemt. Dus hangen kan ook een kunst zijn in het loslaten eigenlijk. Het loslaten. Zo. Kijk. Wat is dit? Deze. Hoe ziet die eruit? Geef eens een mening. Saai. Wat? Saai. Saai? Dat is misschien wel heel spannend. Maar je moet het dichtbij zien. Ja, je kan het goed op een rijtje zien, hè? Tuurlijk. Op ooghoogte. Je kan het helemaal zien zo. Ja, maar ik vind het fijn dat de tussenruimte steeds anders is. Het gaat niet over wat er opgaat. Het gaat hier over het formeren van. Ik laat het volgende zien. Wat vind je hiervan? Ja, dat is ook goed. Zijn dit precies dezelfde? Dat zijn precies dezelfde. Ja, maar je hebt ze nu uit elkaar. Wat? Loslaten ging het nog steeds, hè? Nou, kijk. Hier, hoe doe je dat nou? Nou, op deze manier. Je hangt er nog één. Nou, meer niet. Het is geen auslezen. Hop, 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 hop. Nou, zo gaat dat. In de 5 minuten hangt het. Misschien had hij beter gekund, maar het is maar een voorbeeld. Het kan altijd beter. Nou, misschien moet die een beetje zo, dat kan altijd nog. Nou, dat gaat over het loslaten. Dat gaat ook over Fibonacci. Fibonacci was dus een wiskundige. Die had het over spiralen. Eigenlijk is het de gulden snede spiraal. Je hebt 1, je hebt nog een 1. 1 en 1 is 2. 2 en 1 is 3. 3 en 2 is 5. 5 en 3 is 8. 8 en 5 is 13. Enzovoort. Dan krijg je dus deze spiraal. Die uitwakert. En dat is de gulden snede spiraal. Dat zijn natuurlijke groeivormen. Ik merkte dus wanneer ik dit hing op deze manier, dat daar die spiralen in zaten. En dat dat dus eigenlijk altijd klopt. Ik zie. Ja, nou ja, je ziet ze toch. Overal zitten die spiralen erin. Hier loopt die zo weg. Je kan overal, kan je hier, loopt er eentje. Zo dan ook een fijn zo'n situatie, dat je dan wat extra werk hebt, zeg maar, om dan bijvoorbeeld net een mooie wand te maken, ja, die je dan misschien ook weg kan laten of wel kan gebruiken. Het is goed als je extra werk hebt, ja, die je gewoon weer meeneemt. Ja. Het hoeft niet allemaal te hangen. Ja. 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 Nou, dan zijn we er toch. Ja. 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 Nou, ik dank jullie voor de aandacht. Ja. 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 Ja.